Ga weg! Ongedierte. Yo, mensen van Twitch Gaming en leuk dat je kijkt naar Satisfactory. We gaan door met waar we gebleven zijn. En dat is op de locatie van waar de opslagzone staat. En die heb ik afgebroken helaas, lieve mensen. Want ja, ik vind het toch niet een geschikte locatie om hier te gaan bouwen. Want het feit is gewoon, het ligt een beetje te afgelegen. En ik ben toch meer van plan om het dan hier neer te gaan zetten. Dat is, vind ik persoonlijk iets centraler. Voor alle onderdelen. Dus laten we daarheen gaan rijden. Dus gaan hier ergens omhoog. En dan gaan we gewoon helemaal hierheen rijden. Pakken we nog een paar stukken van de map mee die we nog niet hebben gezien. En misschien vinden we nog wat leuke dingen. Had ik eigenlijk genoeg brandstof bij me? Even dubbel checken. Ja. Top. Daar gaan we gewoon de opslag bouwen. En dan gaan we ook meteen gewoon zorgen dat we daar het grootste gedeelte eigenlijk hebben staan. En dat is... het grootste gedeelte wat we daar hebben staan is van de fabrieken die de dingen hebben gemaakt. Maar niet nog een keer gebruiken. Dus laat ik het zeggen van de ene fabriek maakt staalplaten. De andere fabrieken maken sowieso staalplaten. Daar niet van. Maar het wordt allemaal nog een keer gebruikt. Nou, oké. Een van de fabrieken krijgt dus de taak ook dan om dat opnieuw te gaan maken. Gewoon net zolang tot het aangevuld is in de fabriek. Nieuwe opslag. Maar bijvoorbeeld de oude fabriek die hier staat maakt motors. Maar de andere fabriek maakt ook turbomotors. En dat wil ik dus vanuit de nieuwe fabriek dus niet laten transporteren op de trein. Ik wil gewoon zorgen dat één fabriek dus één ding maakt en dan de andere fabriek maakt bijvoorbeeld het vervolgitem. Dus turbomotors in dit geval. Dus dan wil ik gewoon zorgen dat de nieuwe fabriek gewoon alleen de turbomotors blijft maken. Met natuurlijk de normale motors in de voor deels opslag, mochten we later meer nodig hebben. Het is een soort van vervolgproject. Gewoon van, de ene fabriek maakt alleen gaat alleen de motors maken. Dus echt de eindproductmotors. En de andere maakt de turbomotors. En dan heb je, en blijf je een goede verdeling houden van wat gemaakt moet blijven worden. Niet dat ik dan later een fabriek heb die problemen hebt ermee. Oké. Okay. Maar dat is dingen die we later gaan doen, wat ik nu vertel. Dat is meer gewoon van, oké, zo gaan we het doen. Maar we moeten eerst even zorgen dat we daar natuurlijk komen. En gelukkig weet ik de weg daar omhoog, dacht ik. Het enige jammer is dat ik alleen mijn masker niet kan gebruiken als we daar omhoog gaan. Maar het zou te redden zijn in deze snelheid. Dacht ik. Heb ik eigenlijk ook mijn... Ik heb alleen geen brandstof. Nou, dat regel ik dan wel. Dat zal niet zo'n heel groot probleem moeten zijn. Ik ben ook blij dat de koplamp wat blijft doen op dit moment. Maar het is alleen de vraag, hoe ga ik die trein dan ooit omhoog krijgen? We hebben eigenlijk letterlijk gewoon drie treinen rijden dan. Nou, het is de keuze die ik maak. Ik mag eigenlijk niet over klagen, vind ik zelf. Maar... het is beter dan niks. Het is af en toe wel lekker, als ik moet ik eerlijk zeggen, van... als ik bijvoorbeeld weer kogels nodig heb, hoef ik niet zo ver te rijden. Dan kan ik het gewoon daar vandaan halen. Want nu moet ik elke keer kogels halen uit de oude fabriek. Daar staat de kogelproductie overigens. En ik denk dat ik wel een... en ik denk wel dat ik een lange trein maak. Echt een lange, lange trein. Waarom is de vraag, mocht ik later bij een van de fabrieken een extra uitbreiding doen? Dan kan ik dat doen. Oh ja, en hier staan ook mijn stroompalen die ik helemaal van de ene fabriek naar de andere fabriek heb laten gaan. Maar die kan ik dan binnenkort weghalen eigenlijk. Als ik de trein eens heb lopen van alle fabrieken, dan kan ik die stroompalen weer weghalen. Ja. Fijn weer. Nou, daar heb ik eigenlijk... Ach ja. Soms moet je dingen bouwen die later weer weg afgebroken kunnen worden. Of ik laat ze gewoon staan, want het staat niet echt in de weg. Hoe kwam ik ook weer daarboven uit? Kijk even de berries. Oh ja, zo. Ik zie hem al. Althans, dat denk ik. We rijden nou een rondje. Nope, ik zie hem al.
voor de zekerheid even wat dingen kanen. Altijd just in case doen. Want hier hebben we het hele mooie giftige gasje. Kijk, we hebben meteen al een heel stuk van de mappen weer bij. Nou, dit zijn wel de hoogste bergen die je kan vinden in het spel. Oh, fuck. Ik was vergeten dat hier een slootje lag. En dan moeten we wachten op de takelman. Oeps. Ja. Goed gedaan. Daar ligt een wrak. Nee, hij ligt onder water. Perry. Nou, dan is hij boven water, hè? Veilig. Pokkenban. Maar we gaan er zo heen, hoor. No worries. Ik wil even weten wat er in dit wrak ligt. Een watervlieg. En wat spulletjes. Die we kunnen zouden kunnen gebruiken. Even kijken wat hebben we nodig. Oeh, ik heb alleen maar industrial concrete nodig. En dan hebben we een hard drive. Die we kunnen onderzoeken. Maar het nog niet doen. Want als we tier 8 op een gegeven moment hebben, dan kunnen we die ook gaan gebruiken. Boing. Boing. Waar is mijn... Waar heb ik mijn auto geparkeerd? Daar. Maar er zijn altijd nog alternatieve recepturen die we nog niet hebben ontdekt, maar... Ja, ik ben altijd op zoek naar de beste recepturen. Want zelfs in mijn oude fabriek moet ik soms nog, moet ik binnenkort nog eens een keer gaan kijken van of ik daar nieuwe recepturen kan toevoegen. Toevoegen kan gaan gebruiken daarvoor. Oh. Oh, oh. Dat is een probleem. Maar als je mijn karakter wel de masker hebt, maar niet voor de auto werkt. Kijk, kunnen we er overheen misschien? Ah, oh, bijna. Sorry. Kom op, spiderauto. Zo ken ik je weer. Welkom in de Pink Force, lieve mensen. Hier gaan wij dus de nieuwe opslag maken. Ik moet eigenlijk zo min mogelijk shit raken hier. Maar dat zal lastig worden, want het is net bijna een doolhof hier.
Want ik wil hier een beetje uitkomen. Dit ziet er wel uit als een pad, weet je. Hoor je dat? Daar lopen spinnen. De vervelendste beesten in dit hele spel. Weet je wat, we kunnen het water gebruiken. We rijden wel in het water. Zover het lukt. Zoveel lang in het water rijden, kan er bijna niks fout gaan. Even kijken, we zoeken het een beetje een mooi plat gebied. Dan zou ik zeggen, dit stuk lijkt me best wel netjes. Dit stuk lijkt me een stuk beter. Al zeg ik het zelf. Top, oké. Okay. Even kijken, we prikken deze keer gaan we hier wel bouwen, dus even zorgen dat we het officieel weer maken. Hartstikke idee. Opslag. 3. Yep, oké. Okay. Kijken, wat is het hoogste punt hier? Want ik wil wel zorgen dat we het hoogste punt aanhouden. Niet dat ik later weer een stukje omhoog moet. Dat zal dit het hoogste punt zijn. Gok ik zomaar. Ja, het gaat een klein beetje zweven, maar oké. Okay. Dat fixen we later wel weer. Dan staat mijn prik ook weer in de weg. Ah, goeie. Ah ja, de auto kan er niet in. Damn it! Even kijken, de panzer hebben we even niet nodig. Die heb ik niet nodig. Ik heb nog controle in, dus. Ah, ik heb de vogel gevangen. Sorry Birdie, ik bevrijd je zo. Ik ben ermee bezig. Zo. Daar staat alleen deze in de weg, 100%. Even kijken. Zomaar. Weet je wat? Store het al. Teken het al. Vernietig het. Zo. Ja, wat volgens mij moeten we later nog even wat aan gaan doen. Die jagen we wel weg. Sst. Sjoe. Sjoe. Vlieg op. Hey. Sst. Ga weg. Ongedierte. Ja, dat is alleen die berry, jammer van die berry plant, maar kan ik er overheen bouwen? Ja, ik kan er overheen bouwen, mooi. De natuur zal hierbij verwijken voor me. Want vooruitgang kan je niet tegenhouden.
Altijd. Altijd hebben we dit. Hopelijk zit er een beetje brandstof in. Maar weet je wat? Gaat deze boom niet weg? Gaan we niet zeggen dat deze boom niet weg kan? Fijn. Deze boom kan niet weg. Oké, dat gooit een beetje goed in het eten. Ik heb de opslag verplaatst. De locatie waar we het eerst op deden was gewoon niet geschikt vanwege de hoge bomen. Dus ja, we moeten even een gebeterde locatie hebben. En die hebben we dus. Dus laten we even verder gaan met het bouwen van deze raammuren. Ja zo. Ik weet alleen niet of dit genoeg is voor die ramen. Maar ja, anders kunnen we altijd nog een etage bovenop knallen, weet je. Even kijken, dan gaan we nu voor de kleine kistjes. Dan hebben we die nodig. Okay. Maar volgens mij komen we niet heel ver, want ik heb te weinig staal. Ik weet ook niet of zo. Ja, we hebben 10 nodig hier. Verder hoor, hé. Ik dacht dat ik genoeg had. Ja, weet je wat? Ik kan hem wel vast proberen iets beter neer te zetten. Aan beide kanten. Was dit wel goed of nog niet? Kijk hoeveel was dat? 2. Alleen die blaadjes zijn een beetje te veel, maar ja. Dat is het hout. Allemaal net iets te veel. Dus dat was een afstand van 2. Wat is dit? Ook een afstand van 2. Top. Dus als we die ongeveer aanhouden, dan komen we denk ik wel goed. En dan kunnen hier de lopende banden van items door. Dan zat ik dus te denken, van dan gebruiken we deze palen. Dus ongeveer 2 maal, dan loopt hier dus ook zo'n dingetje. Dus laten we even zeggen van... Kijk, ik kan ze alleen niet echt goed in lijn krijgen. Ja, dat vind ik dan beter verdiend. Dus ook concreet even gebruiken, deze. Dan komen ze zo hier van een... Even hier zo'n hoekje om. Dan gaat van deze... Van deze hoogte gaat er dan eentje zo naar beneden toe. En gaat hij zo. En dan de volgende... Die gaat dan ook alweer naar beneden. En die gaat dan de andere kant in. Dat is al mijn idee. Van dan heb je eigenlijk hoge items die dan steeds 1 etage naar beneden gaan. Dus dan heb je altijd een... De next item is meteen op een lager niveau. Dan kan je meteen zo hup insteken. En dat zo dan doorgaand. Tot je dan misschien aan de overkant terecht komt, dan... Moeten we daar even iets op verzinnen nog. Maar dan neem ik zo'n feitje. Dan kunnen we... alles is te fixen. Maar dit breken we even terug af, want dit hebben we nog niet nodig. Hoeveel van deze kisten kunnen we dan alvast neerzetten? Dat is mijn vraag ook meteen. Maar ik weet eigenlijk niet, want ik kan het niet echt pinpointen op dit moment. Van, eigenlijk wel, want die lijn betekent gewoon dat die goed staat. Maar
Ja, daar moet ik even eigenlijk wat items voor gaan hebben. Maar ik denk als ik probeer het midden te pakken, dat dat wel goed zit. Ja, deze dingen zitten precies in het midden. Ish. Even kijken dan. Ik kijk even of ik een grote container nodig heb. Ik even shit in kan leggen. Concrete, dat hebben we niet nodig. Dit hebben we niet nodig. Dat hebben we niet meer nodig. Ik wil even wat spullen opruimen en dan wil ik even terug naar de basis rijden zodat ik wat meer items kan krijgen. Even kijken, we waren bezig met containers plaatsen, die gaan even op 6. En die zijn ook nog steeds perfect in lijn. Dat is mooi. Oh, hij gaat niet in lijn. Jammer. Sounds good line. Maar nu moeten we dus even bij alle kisten blijven doen. Ik denk gewoon als ik het gewoon, als ik al zeg, in een beetje het midden blijf. Dus in het midden van die platform foundations, dan blijven we goed gaan. Of 100% elke keer in het midden blijven staan, maar we gaan ons best gewoon doen. Zo, zo. Dan weten we dus altijd standaard dat dit het midden is. Mensen, ik ga het hier belaten. Hopelijk vond je deze video leuk. Beloond ook even een blauw duimpje omhoog op deze video als je het nog niet hebt gedaan. Druk de abonneerknop in en de bel notificatie aan om up-to-date te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En zoals altijd, keep the you, keep that. En tot de volgende keer. Laters!